Mijn naam is Christine van Stekelenburg. Ik hoop dit jaar 60 te worden. Ik heb een lieve man, Paul, een zoon en dochter. En tegenwoordig ook een lieve schoondochter en schoonzoon. Ik ga de Tour Malais bewandelen. Ik hoop daar een hele mooie week te krijgen met allemaal hele lieve mensen die zich enorm inzetten voor de strijd tegen kanker. Ik denk dat ik daar traantjes vind, maar ook dat we met elkaar het leven gaan vieren. Mijn zwager, Hans van Stekelenburg, is vorig jaar overleden na een hele lange strijd tegen de ziekte, 3,5 jaar zelfs. Zijn weduwe Margret van Stekelenburg heeft zich daarna enorm ingezet voor Team Westland. Met bewondering heb ik aanschouwd hoe ze al heel snel een kavelveiling organiseerde en heel veel geld ophaalde. Samen met haar gezin ging ze ook de Tour Malais bewandelen. En ze vroeg toen aan mij en mijn andere schoonzus, Marja van Stekelenburg, gaan jullie mee? Wij wilden dat heel graag, maar waren allebei niet fit en dachten, nou, misschien een andere keer, maar nu gaan we het niet redden. Gelukkig ben ik niet gegaan, want in diezelfde week stond de huisarts aan mijn voordeur om te vertellen dat er iets op borstfoto's gezien was die gemaakt waren in het bevolkingsonderzoek. En moest ik me binnen 3 dagen melden op de mamapoli, dus dan had ik naar huis gemoeten. Op 24 juni kreeg ik een echo. De radioloog vertelde mij dat ze zeer verontrust was door wat ze zag, namelijk een tumor. Er is toen een punctie genomen en na een paar dagen mocht ik dus terug voor de uitslag. En toen bleek dat het inderdaad borstkanker was, maar wel een vorm die goed te opereren viel. Borstbesparend zelfs. Bestralingen zouden daarna nog volgen, maar geen chemo. Dus ik kreeg het positiefste scenario te horen op dat moment. Ik ben op 4 augustus geopereerd. Kort daarvoor is er een magneetje in de tumor geïmplanteerd. En vlak voordat ik onder narcose ging, liet mijn chirurg, dokter Jannink, een staafje zien. En ze zei daarbij, kijk, met dit staafje kan ik heel goed het magneetje opsporen. En daardoor weet ik heel goed waar ik moet zijn. Nou, met dat bericht ging ik met een gerust hart slapen. En na 2 uur werd ik blij wakker. Blij dat het achter de rug was en dat alles goed gegaan was. Een week later moest ik terug naar de mamapoli voor controle van de wond. Die zag er prima uit. De uitslag was ook dat de tumor in zijn geheel verwijderd was. En dat er geen uitzaaiingen waren. Dus dat was allemaal prachtig nieuws. Toen ik daar in de wachtkamer zat, las ik het magazine van het Haga ziekenhuis. En daarin stond dat ze tegenwoordig een nieuw systeem gebruiken. Het Sirius Punctuation System. Tot mijn enorme verbazing las ik daarna dat dat systeem betaald was door Team Westland. En toen ik op de site keek van Team Westland, zag ik ook inderdaad dat mijn chirurg die check in ontvangst nam. Toen dacht ik, als ik dit overleef en goed genees, dan ga ik de Col du Tour Malais bewandelen. Dus vandaar dat het dit jaar mogelijk wel gaat lukken. Op mijn keitje komt er staan hoop voor alle vrouwen met borstkanker. Want hoop is er. Daar ben ik het voorbeeld van. En ik hoop dat er nog heel veel meer lieve mensen gaan sponsoren. Zodat het hele belangrijke, effectieve werk van Team Westland voortgezet wordt. Ik hoor van mijn schoonzus, die dus vorig jaar al mee is geweest, dat het ook heel gezellig is. Mensen ook gewoon feest vieren, dat er een lach en een traan is. Ik hoop ook veel nieuwe mensen te ontmoeten en met elkaar lekker te praten over de dingen die we meegemaakt hebben. En het ook gewoon ja, lekker te verwerken en nog beter weer thuis te komen.